70 jaar KBO Made en Drimmelen. 70 jaar grote inzet in de meeste brede zin van het woord voor de ouderen van Made en Drimmelen. Dankbaar kijken wij terug op allen uit onze dorpsgemeenschap en die zich in het verleden hebben ingezet voor onze KBO. Zij mogen met name genoemd en herinnerd worden, ook zij die gestorven zijn. Want het heden is ondenkbaar zonder hun inzet in het verleden. Accenten moeten soms verlegd worden omdat veranderde omstandigheden daarom vragen. Elkaar blijven uitdagen en nieuwe kansen scheppen is nodig. De doelstelling van de KBO is dezelfde gebleven. Aandacht voor het welzijn van ouderen in Made en Drimmelen en in het bijzonder voor onze leden. Welzijn wil zeggen kunnen ontspannen, ontmoeten, een veilige thuissituatie, je gehoord voelen en hulp krijgen indien nodig. Dit trachten wij te bereiken door het organiseren van tal van activiteiten en het behartigen van belangen die ouderen aangaan. Wij kunnen en willen en blijven onze talenten inzetten voor de samenleving. En nu wil ik graag van harte proosten met u op onze KBO. Proost. Proost. Goedemiddag mensen. Van die jullie allemaal gekomen zijn naar mij, alleen naar het KBO. Hartstikke gezellig. KBO, ja dat is de Katholieke Bond voor Ouderen, maar dat is ouderwets. Dat mag niet meer, dat is nou gewoon koersvast, belangenbehartiging en ontspanning. En ik denk bij mijn eigen, dat is ook eigenlijk best een moeilijk woord. Dat onthouden wij niet. En eigenlijk heb ik het voordat ik hier naartoe kwam, gezegd, kom bij ons. En dat hebben jullie allemaal gedaan. Ja. Welkom hier. Hartstikke mooi dat jullie hier zijn. En eigenlijk is het natuurlijk 70 jaar geleden. Ja, toen was ik een brachtje van 4 jaar. Maar toen was... Ja, 70 jaar geleden. Toen wist Janus van Steen nog niet dat je over 5 jaar zou trouwen. Ja, 70 jaar geleden. Dat was nog een tijd... van het rijke Roomse leven. Vandaar ook de KBO, de katholieken. En daar gaan we eindelijk als een rode draad een beetje heel de dag over hebben, of heel de middag. We gaan geen rode genoeken binnen. Dat doen we niet. Maar het rijke Roomse leven. De pastoor, die kwam aan huis bij jullie en bij ons. Nee, dat is niet waar. Bij ons kwam je niet. Nee, bij ons kwam de kapelaan. De pastoor die kwam alleen bij het hoger. Hè? Nou, en dan bij ons kwam de kapelaan. En dat was kapelaan Kruibolder. Ja, kijk, oh ja, 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 helemaal. Dat was een mooie meis, een jonge vent. Die lekker in een gezin kwam van 8 kinderen bij ons. En die lekker gewoon zijn eigen dag thuis voelde. Maar thuis bij hem hadden ze, hun thuis hadden ze ook 8 kinderen. En dan ging je lekker zitten. En dan ging je niet meer weg op vrijdag. Want hij wist dat er friet was die dag. En dan bleef hij gewoon mee eten, hè. De kapelaan bij ons, dat was gewoon een vriend van thuis. Gewoon een bord bijzetten. Dat ging allemaal in die tijd, hè? Dit is de KBO. KBO. 70 jaren en het gaat nog altijd zo. Wij zijn de KBO. KBO. Edith, even een vraagje. Wat houdt de KBO eigenlijk in? KBO is eigenlijk van oudsher de Katholieke Bond Ouderen. Dus het was een bond waar mensen terecht konden. Wij hebben de naam nu gewijzigd in koersvast, belangenbehartiging en ontspanning. Dat dekt helemaal de lading. Wij proberen mensen bij elkaar te brengen, te verbinden door allerlei activiteiten te organiseren. En de belangenbehartiging neemt eigenlijk een hele grote plaats in. Mensen weten vaak de weg niet, dus ze kunnen beroep doen op belastinginvullers, cliëntondersteuners, ouderenadviseurs. Eigenlijk, als mensen ergens tegenaan lopen in de maatschappij, dan kunnen ze ons bellen en dan zorgen wij dat ze hulp daarin krijgen. Lem zijn niet jouw mooie gizo, zolang je na zijn. Lem
lang met jou, mooie Gizo. Lemzer met jou, mooie Gizo. Zo lang je naast mij. Ой, в нас превелика біда. Не можна заробить хліба, гей, мушу їхать вдаль. Heel even benieuwd zijn we eigenlijk naar de activiteiten die jullie zullen doen met de KBO. Heel veel. Met name dus de reguliere activiteiten. Dat zijn met name in de Mijnboom, biljarten. Daar kan gekaart worden, koersbal, sjoelen. Eens even kijken, wat is er nog meer? Bloemschikken. Dus een veelheid aan activiteiten die we wekelijks doen. Maandelijks hebben we dus een bingo. En verder heel veel thematische activiteiten in de zin van feesten. Elke week. Of een nieuwjaarsfeest hebben we dus. Een zomerfeest. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Want het is elke maand is er sowieso is er een activiteit. Meisje, ik ben een zeeman. Het waterschip is mijn thuis. Meisje, ik ben een zeeman. Ja, die gaat niet helemaal. Kun je wel wachten zo lange tijd? Ik ga je voor heel lang gelaten. Veel geluk, het ga je goed, mijn lieve meid. Goedemiddag meisje, ik ben Jill, de pizzabezorger. Ik kom uit een gezin van twee kinderen. Dat komt ons moeder, heb wel eens gehoord, daarin... Op de drie kinderen in de wereld een Chinees knis. En dat wilden ze niet. Zeg u ook nog eens aan mij. Weet gij wat het begrip moerstaal is? Ik zeg, dat is nogal logisch, juf. Ons vader heeft thuis niks te vertellen. Logisch, ja, dat meer hoor. Als ons moeder het vroeger koud had, ging ons vader altijd bovenop haar liggen. Ja, dat is zo, ja. Ons vader zit. Sonja, jij denkt er niet